Goed, welkom allemaal. Prachtig, dit instituut, KAST, de architectuurcentra in Nederland, vervullen een belangrijke rol. Architectuur is niet alleen wat er is, maar architectuur is ook de manier waarop je erover praat, over er nadenkt, de debatten voert, dit soort gesprekken voert. Dus prachtig als instituut. En ik heb al even voorgesproken en iedere cent subsidie die hier naartoe gaat is meer dan welkom. Wat ik wil zeggen verder is inderdaad de woorden van de wethouder helemaal mee eens. De stad maak je voor iedereen, niet alleen voor de zwakkere groepen. En het is ook zeker zo dat wij dat totaalbeeld willen kijken. En dat is eigenlijk de boodschap die ik zo meteen ga vertellen. Zie problemen niet als moeizame dingen waar je onder lijdt, maar zie dat als een kracht, als een motor om te innoveren, om anders na te denken. En ik ga het ook niet alleen over ouderen en zwakkeren hebben, juist om die reden, maar om het hele beeld. En dat is denk ik het belangrijkste voor hoe je over steden en ook over architectuur moet nadenken. Even, ik weet niet of er iets minder licht kan zijn, dan zien we de beelden misschien wat beter. Even het instituut Rijksbouwmeester voorstellen, een uniek instituut. Er zijn wat andere landen die er nu mee experimenteren. In Nederland bestaat het al 210 jaar, dat er een soort bemoeienis is van het Rijk met de kwaliteit van de architectuur. En waarbij opvalt dat we best weer wat meer vrouwen als Rijksbouwmeester zouden kunnen gaan zoeken. Dus alle vrouwelijke architecten in deze zaal, ik roep u op. Vroeger heette het Architect des Konings en tot mijn grote vreugde mag ik me nog steeds met allerlei koninklijke paleizen bezighouden. Dus dat is nog steeds onderdeel van het vak. Soestdijk zijn we bezig, het Paleis het Loo, maar ook het paleis waar de majesteiten zo meteen weer gaan wonen. Prachtig. Maar veel werk wat heel direct aan het Rijksvastgoed gerelateerd is. Het Binnenhof, een van de grote projecten waar ik me nu mee bezighoud. Zoals u weet gaat dat het hele kabinet gaat eruit gedurende 5 jaar. En dat is een gigantische operatie. We zijn nu die plannen aan het voorbereiden, maar het is niet alleen het Binnenhof, maar ook de uithuizingen, het ombouwen van buitenlandse zaken met de plenaire zaal. Een gigantische operatie. En een operatie die deel uitmaakt van een veel breder palet van activiteiten. Totaal onleesbaar hier in deze situatie, maar een heleboel domeinen waarin we werken met een atelier Rijksbouwmeester van ongeveer 30 mensen en ook een college van Rijksadviseurs. En het is dus direct gerelateerd aan het Rijksvastgoed, maar ook als Rijksbouwmeester heb je het recht om ongevraagd advies te geven. Dus dat wil zeggen, je houdt je bezig met het Rijksvastgoed en met de rest van Nederland. En dat schept natuurlijk mogelijkheden. En de mogelijkheden die wij zoeken, is om te kijken van hoe kunnen we een eigen agenda samenstellen die de relevante vragen naar boven haalt. En bovenaan mijn agenda staat bij iedere opgave zoeken naar de sociale meerwaarde. Ik heb het idee dat architectuur zich zeker voor de crisis enorm sterk met de markt heeft geassocieerd. Het marktdenken, belangrijke ontwikkeling in de architectuur. Maar daarbij is op een gegeven moment vergeten hoe belangrijk het is dat architecten ook een eigen agenda hebben. En met name daar mankeert het op en daar denk ik dat ook mijn rol belangrijk is om te kijken wat moeten we agenderen. En daarin speelt zorg, gezondheid, de manier waarop onze steden richten, een belangrijke rol. Dit is een plaatje van een single. Singles, prachtige mooie stedelijke ruimtes gemaakt, aangelegd als een remedie tegen de cholera. Stedenbekundige ingrepen, door architecten bedacht, vanuit gezondheidsoverwegingen, die een hele belangrijke rol in onze stad spelen. Dit is een plaatje van een schilderij van de tuberculoseleiders. We kennen onze steden natuurlijk nu als plekken die met gezondheidsproblemen kampen. Maar de tuberculose was natuurlijk bij uitstek
een groot probleem waar de stad voor verantwoordelijk werd gehouden. Dus we kennen deze plaatjes hè, uit de vorige eeuwen van, wij denken van nou, prachtig levendige stad. Doodsoorzaak nummer 1 was de tuberculose op dat moment, hè, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid gezocht werd bij de manier waarop de stad was ingericht. Hè. Te weinig licht, te weinig lucht, mensen leden daaronder, mensen stierven daaronder. En ook daar waren architecten natuurlijk die aan oplossingen dachten. Dit is ook Parijs. Hier ziet u de Seine, het Louvre en het plan van Le Corbusier om even in één klap een heleboel problemen op te lossen. In onze ogen, wij zien alleen maar, godzijdank dat dit nooit gerealiseerd is. Maar het is niet het plan van een waanzinnig geworden architect. Het is een plan van een architect die oprecht bezig was. Kunnen we iedereen gelijke kansen en gelijke kwaliteiten geven? Iedereen licht en lucht. En dat is ook interessant om te zien hoe iedere generatie telkens opnieuw zijn eigen agenda moet formuleren, maar ook zijn eigen realiteiten onder ogen moet zien. Want dit kennen we natuurlijk als een optimistische bouwstijl, het modernisme, licht en lucht. En we kennen ook de keerzijde van hoe pakt dat nou uit? Hè? En waar zitten de kwaliteiten en waar zitten de problemen? We moeten leren van wat we gedaan hebben. En daar zitten ook heel veel goede voorbeelden bij, zoals het Sanatorium Zonnestraal, wat ook gemaakt is als een gezondheidsinstituut. En ik vind dit ook altijd mooi, hè? Stedenbouwers met een witte doktersjas aan. Hè? De link tussen de twee beroepsgroepen. Ik kom uit een familie van louter artsen, generaties terug. En ik voelde me altijd de vreemde bij tot ik dit soort foto's zag. En ik begreep, eigenlijk is het hetzelfde beroep. Hè? Je bent bezig om te kijken van hoe kun je steden maken waarin mensen goed wonen, maar ook een zekere mate van gezondheid en van geluk kunnen vinden. En dat is iets waar ontwerpkracht, het nadenken over hoe je je steden wilt inrichten, heel belangrijk bij is. Met in ogenschouw nemen dat de tijden veranderen. Dus de ene oplossing die in een bepaalde tijd prima werkt, moet je door de loop van de tijd gaan herijken. Bijvoorbeeld de enorme geboortegolf die na de oorlog zich manifesteerde en waar natuurlijk aan gewerkt moest worden. Een hele mooie, optimistische wederopbouwtijd, bezig met het onderbrengen van al die bewoners. En ik liet net wat Franse voorbeelden zien. Uniek in Nederland is natuurlijk wel de zorgvuldigheid waarmee het hier gedaan is. Hè. Dus dit is dan nog wel een vrij religieuze achtergrond. Hè. Maar in ieder geval dat besef, dat wonen is meer dan alleen het bouwen van huizen. Hè. Je moet er een idee van hebben hoe het sociale weefsel georganiseerd wordt, hoe de wijken zelf functioneren. En wat dat betreft heeft Nederland natuurlijk een uitstekende traditie van volkshuisvesting. Prachtig wat er gedaan is. De woningwet, de enorme achterstand die steden vroeger in de 19e eeuw kenden, de manier waarop wij sociale volkshuisvesting hebben georganiseerd, is voorbeeldig over de hele wereld. En ook natuurlijk de verzorgingsstaat die we gekend hebben, hè, die de hele burger, de burger van zijn wieg tot zijn graf begeleiden met bejaardentehuizen. Heel veel werd geregeld en heel veel is natuurlijk anders geworden. Maar wel voortdurend, Nederland heeft een hele goede architectuurtraditie, goede projecten, goede zorg en de combinatie daarvan ook gezocht in verschillende vormgevingen. Maar ik zei het al, dingen veranderen natuurlijk. Hè. De wethouder had het er al even over, er komen heel veel taken nu naar de gemeente toe. Maar op allerlei domeinen zie je fundamentele veranderingen afspelen, zowel in de leefomgeving als in de samenleving, natuurlijk ook de wet en regelgeving. Er verandert veel. En ik zal op 3 aspecten daarvan ingaan. De gezondheid. Die wederopbouwtijd en de tijd daarna hebben we natuurlijk een verschuiving meegemaakt van een
maatschappij gericht op produceren naar een maatschappij gericht op consumeren. Het ging net al over de dikkere jongeren, maar het is inderdaad zo. De spieren zijn vervangen door de buiken. Het is een ander domein wat aangesproken wordt. Maar ook dit is weer aan het veranderen natuurlijk, want we zijn met een nog misschien wel een veel verder strekkende omwenteling bezig. Namelijk die van de reële wereld naar de virtuele wereld. Als je kijkt hoeveel en hoe vaak we inmiddels op verschillende manieren naar onze schermen aan het kijken zijn. Heel veel mogelijkheden zijn er door ontstaan, heel veel nieuwe toepassingen, ook sociale. Maar als je het optelt, en dit is een grafiek die dat doet, als je alle minuten optelt dat je of naar je tv, je laptop, je telefoon of je iPad of wat dan ook naar een scherm kijkt, dan telt dat hard op. Dit zijn de minuten onder. We zijn ongeveer 1000 minuten per dag wakker. Dus je ziet dat we, als je de grote woorden wilt gebruiken, de strijd tussen de reële wereld en de virtuele wereld, ongeveer de helft van de tijd in een aantal landen al, dat je wakker bent, getuurd op een scherm. Het betekent nogal wat. Het betekent wat voor onze steden. Het publieke domein, het openbare domein, krijgt een ander karakter, een andere natuur. En inderdaad dit, onze geesten beleven spannende avonturen in allerlei domeinen van het internet, maar onze lichamen blijven aan de reële wereld gebonden. En dat heeft zijn prijs. Maar ook de sociale segregatie die door allerlei ontwikkelingen wordt opgewekt. Dit is een grafiek die laat zien hoeveel efficiënter we worden doordat we steeds meer technieken, steeds meer computers, de robotisering, et cetera, tot onze beschikking hebben. Dit toont aan hoeveel uren je moet werken om even productief te zijn als iemand in 1975. Dus je ziet dat dat steeds verder afneemt. Met andere woorden, we worden steeds efficiënter. Ik kon het niet nalaten om die lijnen even door te trekken. En wat je dan ziet, is dat je zo over een jaar of 20 eigenlijk niet meer hoeft te werken. En er even vanuitgaande dat je dan genoegen zou nemen met de levenskwaliteit van 1975. Ik vermoed dat niemand van ons dat nog aan kan. Maar het toont wel, dit is natuurlijk als een grap, maar het toont wel wat er in de reële wereld ook aan de hand is. Dit is een veel onverdachtere bron, Oxford University. En die hebben ook gekeken van wat gebeurt er nou met al die combinatie met name van de computers en de robots, de robotisering. En die kwamen voor 47% van de huidige beroepen dat er een grote kans is dat dat overgenomen wordt door de robotisering. En dat is fascinerend. Dat betekent dat de eerste industriële revolutie die spierkracht verving door motorkracht, dit is een andere revolutie. Nu wordt ook denkkracht vervangen. Een heel ander domein. Veel van die banen die verdwijnen, denk je van, godzijdank, ook niet het leukste werk. Er komen ook andere, nieuwere, interessantere banen voor terug. Maar er is ook een deel van de bevolking die hiermee buiten de boot valt. Die op een gegeven moment niets meer kan wat de machine niet beter, sneller en goedkoper kan. En dat is iets wat we ons ook moeten realiseren. Dat stelt hele andere vragen aan onze maatschappij. En hoe gaan we daarmee om? De afgelopen maanden met de Brexit en de verkiezingen in Amerika. Het is het topic geworden. Van hoe kan het dat in één bevolking groepen zo ver naast elkaar gaan leven, zo'n zeer verschillende inzichten en overtuigingen hebben? Hoe kan dat? En wat manifesteert zich daarin? Deels ook heel direct gerelateerd met de technologie en de manier waarop die zich ontwikkelt. En die sociale segregatie is iets wat we voortdurend ons moeten afvragen. Welke bevolkingsgroepen hebben het daarin moeilijk? Onze nieuwe Nederlanders die aankomen, hoe gaan we daarmee om? Kunnen we ze integreren op een manier dat ze niet meteen al op een achterstand gezet worden? Het is een verantwoordelijkheid die we ook als maatschappij moeten nemen. En de vergrijzing, het thema wat ook vanavond aan de orde is, de geboortegolf,
die we hebben gekend. Niet verrassend dat die zich nu gaat manifesteren als een enorme vergrijzing die op ons afkomt. En ook daarvoor geldt, we kunnen dat als een groot probleem zien en het is ook een probleem. Maar ik heb het idee, we moeten met hetzelfde enthousiasme en hetzelfde optimisme waarmee we de geboortegolf tegemoet traden, moeten we ook deze vraag tegemoet treden. Niet als een probleem van, oh jongens, wat moeten we nu? Maar meer kijken van, en zeker de ontwerpende wereld en ook de zorgwereld, dit is gewoon een vraag waaraan je kunt werken. En hoe moet je dat dan doen? En dat is een vraag die ik me stel, want er zitten heel veel effecten aan. Met de vergrijzing hebben we ineens ook een heleboel leegstaande gevangenissen. Oudere mensen zijn gemiddeld minder crimineel. En het is niet anders. Hè? En ook daaraan kunnen we natuurlijk werken, maar vooralsnog kiezen we ervoor om dan onze gevangenissen maar te transformeren. Dus het zijn niet alleen negatieve effecten natuurlijk, hè? Maar er zijn ook effecten die een heel ander beroep op ons doen. Hè? De mantelzorg, waar nu een beroep op wordt gedaan, hè? Die zelfredzaamheid. En soms ontmoeten domeinen elkaar, hè? Hier asielzoekers in Katwijk die ingezet worden in een bejaardencentrum. Maar de realiteit is natuurlijk dat heel veel verzorgingsinstellingen hun deuren zullen sluiten. 600 verzorgingstehuizen tot 2017 gaan hun deuren nog sluiten. Alleen mensen die bijna 24 uur per dag zorg nodig hebben, kunnen nog een beroep doen op verzorgingstehuizen. Dat betekent nogal wat. Hè? Want juist op het moment dat we heel veel ouderen erbij krijgen, die geboortegolf, juist op het moment dat mensen ook veel ouder worden, hebben we minder voorzieningen. En dat betekent dat mensen een beroep moeten doen op langer thuis wonen. Het betekent ook heel veel leegstaande gebouwen dadelijk waar we wat mee moeten. En dat thuis blijven wonen is prachtig. Bijna iedereen wil dat ook. In je eigen omgeving oud worden. En je moet natuurlijk daar wel je woning op aanpassen. Daarvoor zijn natuurlijk allerlei technieken, ook subsidies, mogelijkheden. Je kunt dat doen. Nieuwe technieken, hè? Kunnen we dat allemaal nog met mensen doen? Of gaan we dadelijk ook andere robots hiervoor inzetten? Ook interessante ontwikkelingen, maar wat betekent het voor de mensen? Volgens de RIVM, die hebben daar onderzoek gedaan, was in 2014 ongeveer 40% van de volwassenen die aan eenzaamheid leden. Het lijkt een ongelooflijk groot getal en het zijn ook zeker niet alleen de ouderen en het is natuurlijk ook niet continu, maar het is wel een van de zaken die zich nu beginnen te manifesteren. En dat heeft mee te maken wat er allemaal wel niet aan het veranderen is en ook hoe wij onze steden inrichten. Als je kijkt naar de manier waarop wij onze wederopbouwwijken bouwden, niet alle architectuur kijken we nu naar van nou dat was geweldig, alhoewel er een zekere waardering nu net op tijd begint te groeien. Maar het interessante van die wederopbouwwijken was, er stond nog een kerk, er was een winkelstraat die goed werkte, er was een verenigingsleven. Er was een soort sociaal weefsel, met ook familieverbanden die nog veel sterker functioneerden, die zo'n wijk zijn betekenis gaven. Wat wij nu bouwen zijn monoculturen van wonen. En dat terwijl alle sociale verbanden waar normaal op gebaseerd kon worden, dat die steeds verder wegvallen, waarin we steeds individueler worden. En dat interesseert mij als ontwerper, als Rijksbouwmeester. Ik denk van dat zijn vragen, daar kun je ontwerpkracht op inzetten. En laten we dat wat we signaleren als een probleem, als iets wat op ons afkomt en waar we eigenlijk geen goed raad mee weten, laten we dat gebruiken als een motor om beter na te denken. Niet alleen voor de groepen waar we het dan over hebben, maar voor iedereen, voor de hele stad. En dat wou ik eigenlijk met deze quote van Saul Bellow illustreren. Van, ben niet ontevreden met je eigen tijd. Ben niet teleurgesteld in je eigen tijd. Ben niet bang voor je eigen tijd. De problemen, de vragen die we hebben, zijn andere dan die van vorige generaties. Maar dat betekent gewoon dat wij
die andere vragen ook moeten oppakken. En daarvoor kun je ontwerpkracht inzetten. Ontwerpers hebben het vermogen om daarover na te denken. Maar ook heel belangrijk dat ontwerpers realiseren dat zij dat niet in hun eentje moeten doen. Je moet met verschillende disciplines samenwerken, juist op dit soort vragen. En juist daarin zijn ontwerpers ook heel goed, hè? In die vormen van samenwerken, het begrijpen wat je kunt doen op het moment dat je signaleert dat zaken niet helemaal goed gaan. Het heeft te maken met dit soort thema's, die gescheiden werelden die zich ontwikkelen. Maar ook met dit, de ontwikkeling van de morele waardes. Dus dat Burkina-verbod in Frankrijk, je kunt er van alles van vinden, maar wat gebeurt er? Hoe ontwikkelen de morele waarden waar wij mee meten, waarmee wij onze maatschappij beoordelen, hoe ontwikkelen die zich? Ook daar moeten ontwerpers over nadenken. Wat zijn de consequenties? Wat aanvaard je? Waar wil je mee werken? En dat zijn eigenlijk de vragen die ik als Rijksbouwmeester wil uitzetten met een aantal ontwerpprijsvragen. De eerste die ik heb gedaan vorig jaar toen ik aantrad was samen met het COA een prijsvraag georganiseerd voor wat doen we met die vluchtelingenstroom die op ons afkomt. Een jaar geleden hadden we 3.000-4.000 vluchtelingen per week te huisvesten. Die piek is nu natuurlijk enorm teruggevallen, maar op dat moment, het betekende nogal wat. En dat is precies een domein waarvan ik denk, nou daar komen die hoofdthema's van die gescheiden werelden, de morele waardes, daar komen ze terecht. En hoe kunnen we daar nou op reageren? Want het veroorzaakt natuurlijk nogal wat verstoringen. De hele woningmarkt, juist op het moment dat de corporaties het al waanzinnig moeilijk hadden om een productie op gang te houden voor de sociale woningbouw, komt er een hele nieuwe instroom in. En mensen die al lang op een wachtlijst staan, zien ineens een vluchteling in het huis komen waarin zij wilden zitten. Niet zomaar te aanvaarden, daar moet je over nadenken. En tegelijkertijd, in 2015, hebben we met alle vluchtelingen die we hebben opgenomen, dat is ongeveer 0.25% van de bevolking. En dan denk ik van, hoe kunnen we eigenlijk nou over een crisis spreken? 0.25% van de bevolking extra opvangen, dat kunnen we prima managen. Als je daar goed over nadenkt, hoe je dat organiseert. Want als je dat niet doet, dan krijg je sociale spanningen die niet eens onterecht zijn. Als je het niet goed organiseert, dan komt er een gevoel van onrechtvaardigheid wat ook zijn weg zoekt. Dus vandaar dat we met het COA gezegd van we gaan een prijsvraag organiseren, gebruikmakend van de kracht die zich nu ontwikkelt door die nieuwe vraag die gesteld wordt. Van hoe gaan we om met die vluchtelingen? We noemden hem a home away from home. En als Rijksbouwmeester, en daar maak ik ook dankbaar gebruik van, heb je toegang tot de media. Dus op het moment dat we die prijsvraag uitschreven, een media-offensief, zoals dat dan heet, Radio 1, maar ook Nieuwsuur, gewoon de boodschap uitdragen. Van, in mijn geval, ik vond het verbijsterend dat in Nederland zo'n 40, 50 miljoen vierkante meter leeg staat. Het agrarisch vastgoed niet meegerekend. En dat we dan tegelijkertijd kunnen beweren dat Nederland vol is. Ik denk van, gebruik dan die urgentie van de vraag om beter na te denken, hoe kunnen we dat leegstaand vastgoed op een goedkope, efficiënte manier ombouwen tot goede woningen. Niet alleen voor vluchtelingen, maar voor iedereen die een goede, betaalbare, flexibele woning nodig heeft. En dat zijn er veel. Dus gewoon voortdurend hameren op de boodschap en de ontwerpwereld oproepen. Doe mee. Dit is een urgente maatschappelijke vraag. Ontwerpkracht is nodig. En dat kun je ook formuleren als een interessante vraag. Dit zijn zeg maar de instroomgrafieken van de vluchtelingen. En daar zit natuurlijk het ministerie mee, daar zit het COA mee, daar zit iedereen mee. De vraag is totaal onvoorspelbaar. En hoe doe je dat dan? Ga je allerlei woningen bouwen die je weer wegbrengt, de containerwoningen? Lastig. Tenzij je zegt, van we richten ons helemaal niet alleen op die vluchtelingen, maar we
gaan de doelgroep veel verder verbreden. Dus dat is precies wat wij hebben gedaan. We hebben gezegd, nou, of het nou een vluchteling is of een expat, of iemand die net gescheiden is, of een student of een seizoensarbeider. Je hebt heel veel mensen die gewoon weinig geld hebben en die snel een goedkope woning nodig hebben. En dat is de doelgroep. En de vluchtelingen vormen daar een onderdeel van. Maar het is niet de enige doelgroep. En als je het zo benadert, dan wordt zeg maar, die vluchtelingenvraag onderdeel van een oplossing voor een veel bredere groep. En dat is eigenlijk de energie die we zochten. Want als je kijkt wat er in Nederland aan de hand is, dit is een grafiek die laat zien hoe duur het wonen in Nederland is in vergelijking met andere landen, dan staan we bovenaan. Griekenland staat nog boven ons, maar dat komt niet omdat de woningen daar duurder zijn, maar omdat hun inkomen eventjes flink geduikeld is. Maar in Nederland heeft natuurlijk een regime met woningbouw, maar ook met hypotheekverschaffing, et cetera, een heel stelsel, waardoor wonen in Nederland waanzinnig duur is geworden. Een generatie terug kon je met één kostwinnaar, meestal de man, kon je een goede woning veroorloven. Tegenwoordig heb je twee verdieners nodig met een loodzware hypotheek die maar ook maar net een woning kunnen veroorloven. Dus er is in één generatie ook een zekere kwaliteit verloren gegaan. En dat zie je natuurlijk ook op het moment dat die vluchtelingen gehuisvest moeten worden. Dan kan dat eigenlijk niet goed in de bestaande woningbouw. En dan worden er dit soort oplossingen gevonden. De containerwoningen, de verplaatsbare woningen. Op zich slimme systemen. Als architect denk ik van, nou, ik zie toch nog wel wat verbeterpuntjes. Hè? Maar het is niet alleen de architectonische kwaliteit waar je je vragen bij kunt stellen. Het echte probleem is dat ze eigenlijk te lelijk zijn om te laten staan. En dat zijn ze ook voor bedoeld. Je kunt ze ter plekke neerzetten en weer weghalen. Maar dat betekent ook dat ongeveer ruim twee derde van de kosten zitten niet in de kwaliteit van deze woningen, maar die zitten in het feit dat je tijdelijke funderingen moet aanleggen. Je moet de installaties naartoe brengen, gas, water, licht. Je moet ze weer vervoeren, demonteren, je moet ze opslaan. Dus er gaat heel veel geld in wat dan een goedkope oplossing heet te zijn, gaat zitten in, niet in de woonkwaliteit, maar in al het gedoe eromheen. Dus dat zijn eigenlijk twee zaken waarvan ik dacht, dat moet echt beter kunnen. Zowel de architectuur als het feit dat je ze eigenlijk zo moet maken dat je ze niet voortdurend weg wilt halen op het moment dat het gebruik verandert. En dat waren eigenlijk de doelen van die prijsvraag. Gebruik die statushouders, die vraag als de motor. Maar maak het ook voor andere doelgroepen relevant. Een gewone vorm van volkshuisvesting, maar dan een lichtere vorm van volkshuisvesting. Kijk ook naar de leegstaande gebouwen en niet alleen tijdelijke oplossingen. Ook voor een architectenwereld die zwaar onder de crisis te lijden had. Agendeer het, hè, van besef dat er nieuwe opgaven zich aandienen in al die maatschappelijke problemen. Ontwerpkracht kan het verschil maken als je je voor maatschappelijke opgaves kunt inzetten. En ook belangrijk, oplossingen niet alleen voor Nederland. Hè. We hebben nieuwe materialen, nieuwe productietechnieken, nieuwe inzichten, waanzinnig goed opgeleide architecten. Dus ik heb het idee van die tijdelijke huisvesting kunnen we ook gebruiken voor gebieden buiten Nederland. En de oproep aan de ontwerpwereld was niet te vergeefs. We kregen 366 inzendingen, 366 teams die zich op de vraag hadden geworpen. En ik vind het ook belangrijk dat we niet de architectenwereld vragen voortdurend om voor helemaal niets te werken en allerlei plannen uit te werken. Dus we hadden ook heel nadrukkelijk er een ideeënprijsvraag van gemaakt. En dat doen we nu bij de tweede, who cares ook. En de eerste ronde is anoniem. En je mag maximaal 2 à 3 beeld inleveren en 1 à 4 tekst. Het gaat om de kracht van het idee, niet op een hele verdere uitwerking. Dus en daarin hebben we ook op geselecteerd. Met een jury heel veel werk van gemaakt om ieder idee goed te doorgronden. Daarin 12 ideeën naar boven gehaald waarvan we zeiden, die zijn interessant. Die 12 teams hebben ook een budget gekregen om het project verder uit te werken. En uiteindelijk 6 winnaars
gekozen die ook de mogelijkheid hebben gekregen om prototypes te bouwen, schaal 1-op-1. De Dutch Design Week afgelopen oktober hebben we ze tentoongesteld. En tussen het lanceren van de prijsvraag en de prototypes van totaal vernieuwde ideeën, 9 maanden. Hè? Dus innoveren kan best snel als je je daarop inzet. En dit zijn woningen die inmiddels ook in grotere aantallen geproduceerd gaan worden. Links in Groningen. Dit is ook wel interessant. Huizen onder zonnepanelen. Dus veel gemeentes zijn bezig met de duurzaamheidsvraag, willen zonnepanelenvelden aanleggen. En deze jongens hadden bedacht, nou, daar kun je eigenlijk ook wel een huis onder maken. En dan levert iedereen, ieder huis levert genoeg energie voor 2 huizen. Dus als je als gemeente dit soort huizen bouwt, krijg je als het ware gratis energie bij. En het goede van bouwen van prototypes is dat je ook even ziet van, nou, hoe werkt dat van binnen? En heel veel weer van geleerd. En ook deze, de Finch Building, interessant, hè? Eigenlijk gewoon vloer, wanden en plafond massief hout. Ze zien er heel mooi uit. Maar je kunt ze ook tot 6 lagen hoog stapelen. Je kunt ze ook koppelen. En het is een perfect alternatief voor wat wij als de containerwoning kennen, hè? Dat modulaire bouwsysteem. Behalve dan, als je deze in de stad zet, zal de buurt niet zeggen van, Jezus, hè, wat ziet er dat uit, en de buurt gaat achteruit. Dit zijn types die je neer kunt zetten. Daar kunnen vluchtelingen in, maar daar kunnen ook studenten in. Je kunt wisselende groepen erin hebben. Je kunt ze als apart te woning neerzetten, maar dus ook als een stedelijke ontwikkeling. Leiden gaat er hier nu 140 van bouwen en deze architecten hebben ook contacten weer met andere steden. Leuke jongens ook die met hun prototype rond zijn gereden, ook asielzoekers in hebben laten slapen van, hè, hoe gaat dat nou? Hè? En dat onderzoeken van die interieurs. Maar meer interessante ontwikkelingen die we daarmee ook nu aan het stimuleren zijn. Iemand die een bouwsysteem heeft gemaakt waarmee je iedere vorm van afval een huis kunt bouwen. Hè? Met allerlei slimme combinaties. Ook een interessante ontwikkeling. De Domuskoffer. Linksboven is de Domuskoffer. Past in iedere lift. Daar is er op gemaakt. En als je die, daarmee kun je iedere willekeurige leegstaande ruimte in 2 uur omvormen tot een woonruimte. Je klapt hem uit. Er zit een toilet in, een douche, een wasmachine, een keuken. Afvoer gaat via het plafond. En in die keuken, die centrale kolom, heeft ook de verwarmingen. Waanzinnig interessant, hè? Je kunt ze, bij wijze van spreken, net als dat je een auto aanschaft, kun je je studerende kinderen zo'n ding meegeven. En veel succes in de wereld, hè? Maar allemaal ideeën waarvan je denkt van, leuk, hè? En dat kun je dus in 9 maanden, niet toevallig 9 maanden misschien, hè? Dat kun je een totaal nieuw idee uitzoeken. Ook interessant, hè? Bijna niet te zien, maar het meisje links studeerde nog. Hè? En dankzij het feit dat we het anoniem hadden die eerste ronde, was het de kracht van het idee dat telde, hè? En niet de reputatie. Zij studeerde nog en ze is een van de prijswinnaars, hè? Met een heel mooi systeem wat ze samen ontwikkeld heeft met de jonge links, Pieter Stoutjesdijk, die er al verder mee was. Namelijk met de computergestuurde freesmachines, panelen zo frezen dat je ze zonder gereedschap en zonder bevestigingsmiddelen in elkaar kunt klikken. En waarmee je dus hele woningen kunt bouwen, ook in leegstaande bedrijfshallen. Je voegt daklicht toe en je kunt een soort heel ding, en iedereen kan het zelf in elkaar zetten. Ook een heel interessante ontwikkeling. Goedkoop. En zeker iedere keer dat hij er eentje maakt, leert hij weer meer bij. De software wordt slimmer. En afhankelijk van het plaatmateriaal dat je kiest, kun je heel veel mogelijk maken. En een hele interessante, ook een René van Zuuk, een gerenommeerd architect die door de anonieme ronde heen was gerold. Een huis van polystyreen, van piepschuim. Een prachtig ding, helemaal uit 1 massief blok gesneden, een soort geneste elementen, dus bijna geen afval. En interessant vinden wij, omdat je in heel veel vluchtelingenkampen mag je niet bouwen. Als je in Jordanië komt, in Libanon,
landen waar niet 25% van de bevolking vluchteling is, maar ruim 30%. Die hebben kampen waarvan ze zeggen, we willen niet dat daar gebouwd wordt, want dan worden het permanente settlements en dat hebben we liever niet. Dus die mensen moeten in de tenten blijven wonen, terwijl het daar zomers bloed en bloed heet is en 's winters gewoon vriest. Hè? Een polystyreenhuis biedt zowel voor hitte en voor kou natuurlijk heel veel mogelijkheden. Dus dit met een interieur van karton, ook allemaal erg goedkoop. En omdat het één materiaal is, makkelijk herwinbaar. Maar je kunt het dus, hier zie je het, hoe het systeem werkt. Mensen kunnen het zelf ter plekke in elkaar zetten. Afwerken met leem die je ter plekke vindt. En als je er een raam bij wil hebben, snij je er een raam bij. Hè. Het is een soort totaal andere manier van nadenken over huisvesting. Met Maxima, die we op bezoek kregen. Dus die prototypes hebben heel veel aandacht getrokken. En zelfs zoveel dat ik op een gegeven moment ineens een telefoontje uit New York kreeg. Conferentie over vluchtelingenstromen. Of ik kon laten zien wat we in Nederland aan het bedenken waren. Dus je ziet hoe snel het simpelweg beroep doen, gericht op ontwerpkracht, hoe ver dat kan leiden. En zo'n conferentie in New York, waar ik het mocht presenteren, heeft ook meteen weer gevolgen. We hebben ook nu contacten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met vluchtelingenkampen in Libanon. Dus we gaan kijken, zijn er ideeën die we nu kunnen toepassen om daar verbeteringen te maken? Zondag ga ik naar Mumbai. Mumbai, de sloppenwijken, hebben mij dezelfde vraag gesteld. Hè? Van, we hebben gezien dat jullie allerlei ideeën hebben. Wij zoeken ideeën. Kunnen we eens praten? Hè? En dat is natuurlijk wat ontwerpkracht kan doen. Hè? En daarin zijn we als Nederlandse ontwerpers natuurlijk ook erg goed. En breaking news. De prijsvraag is nu genomineerd voor de Mies van der Rohe Award. Onder architecten bekend als een hele beroemde prijs, die eigenlijk alleen voor gebouwen wordt uitgereikt. Dus we zijn er enorm trots op dat ze niet een gebouw nu nomineren, maar eigenlijk onze prijsvraag. Het idee dat je ontwerpkracht op zo'n manier kunt toepassen. We hebben nog lang niet gewonnen, maar alleen al het feit dat we genomineerd zijn, betekent natuurlijk wel wat, hè? Ook over hoe je de ontwerpwereld ziet. Ik zei het al, er is veel veranderd. De jaren 50, hè? We kennen het, de grote kinderrijke gezinnen, hè? De sociale netwerken waarin we opereerden. En wat er allemaal veranderd is, hè? Het werd al even in de inleiding genoemd, kinderrijke gezinnen worden minder en minder. We groeien toe naar 40% alleenstaande huishoudens. Dus dat is een grote verandering. Het verenigingsleven valt weg. Hè? De vergrijzing, een heleboel factoren die veranderen. Behalve onze woonwijken nog. Hè? Die hebben een traagheid die in sommige gevallen heel goed is. Maar we moeten gaan nadenken. Wat kunnen we nu met onze woonwijken om met deze vraag om te gaan? Want er zit een wereld te winnen als we die maatschappelijke vragen serieus nemen. We hebben net een paar weken geleden de Gouden Piramide uitgereikt. Een Rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap. Een prachtig project. Een hospice midden in het centrum van Leiden. Gebouwd door een verpleegster die het niet meer kon aanzien wat ze tegenkwam. En het is een hospice voor jongeren met een levensbedreigende ziekte die zeg maar in het eindstadium zitten. En ze heeft gezegd van ja, maar die zitten altijd of in ziekenhuis of instituten ver weg van de stad. Ik wil een hospice midden in het centrum, zodat ze toch nog de stad in kunnen. Midden in een studentenstad, met vrijwilligers als studenten, hè, die met hun leeftijdsgenoten dan daar werken. Prachtig, hè? Hoe je zo'n stad daarmee een hele nieuwe impuls kunt geven. En dat is denk ik hoe we ook deze vraag moeten gaan beantwoorden. De vraag van hoe gaan we met die vergrijzing om? Hoe gaan we om met de mensen die het moeilijk hebben? Gemiddeld behoren we tot de gelukkigste mensen ter wereld. Gemiddeld, hè? Er is een groep die buiten de boot valt. Ouderen
hebben dat risico, als we dat niet goed doen. Als we zeggen van, nou, zelfredzaamheid is nu het devies, mantelzorg. Voor heel veel ouderen gaat dat goed. Er gaat heel veel goed. Onze steden doen het geweldig. Maar er is een groep voor wie het niet goed gaat. En die groep hebben wij nu voor de tweede prijsvraag in het vizier van denken. Daar kunnen we ook beter over nadenken, want hoe wij met onze ouderen, hoe wij met de zwakkeren in onze samenleving omgaan, dat tekent wie wij zijn, wat wij als maatschappij betekenen. En dat is ook deels een prachtige ontwerpvraag. Who cares, hebben we hem genoemd. Het heeft die dubbele betekenis, hè, van who cares, van zoek het maar uit, versus hè, die oprechte interesse van nou, wie zorgt nou eigenlijk, hè? Veel partners gezocht. Het succes van de vorige prijsvraag maakt dat we nu veel makkelijker partners kunnen vinden om deze prijsvraag te organiseren. Verschillende ministeries doen mee. De Raad voor Samenleving en Gezondheid doet mee. Maar ook 4 steden. Groningen, Almere, Rotterdam en Sittard-Geleen. 4 steden waarin we echte wijken hebben geselecteerd met echte vragen. Waaraan we kunnen werken. 4 steden met hele verschillende wijken, zodat je ook verschillende situaties kunt bestuderen. Waarbij we de gemeente betrekken, de bewoners uiteraard betrekken, de corporaties betrekken en de zorgverleners. En dat is ook wat we in deze prijsvraag heel nadrukkelijk tegen de architecten zeggen. Ga het niet in je eentje oplossen als je meedoet. Associeer je met mensen uit de zorg. Associeer je met een oudere, iemand die echt oud is, die weet wat het betekenen. Oud zijn, de vergrijzing, het is niet een soort ziekte. Hè? Oud zijn, ouder worden, is wel heel hard werken. Hè? Het leven wordt er niet eenvoudiger op. Je kunt dat wel als een ontwerpvraag behandelen, waardoor het eenvoudiger kan worden of makkelijker te integreren. En eigenlijk is de doelstelling die we bij deze prijsvraag hebben identiek aan de prijsvraag voor de vluchtelingen. We gaan het onderzoeken, we gebruiken die urgentie van de vraag als een motor om te innoveren, maar niet alleen voor de ouderen, niet alleen voor de zwakkeren. Als je stad goed inricht voor de zwakkeren, richt je hem goed in voor iedereen. En daarbij moet je nadenken van wat wil je met die stad. Maar ook al het leeg komend vastgoed, hè, dat zorgvastgoed, maar ook kantoren. Kun je die inzetten om met hele andere vormen van samenwonen te experimenteren? Ik zeg altijd, in de middeleeuwen had je meer keuze als ouderen dan nu. Hè? Je had oude mannenhuizen, je had hofjes, je had begeenhoffen, je had kloosters. Er waren heel veel vormen waarin je kon samenwonen. Dat is allemaal eigenlijk teruggebracht tot een verzorgingsinstituut of een appartement. Ik denk dat die behoefte bij bepaalde groepen om in andere vormen samen te wonen groot is. Dat er veel mogelijkheden zijn. Iedereen hecht aan privacy. Niemand hecht aan eenzaamheid. Hè? Je kunt vormen vinden waarin je werelden gaat combineren. En daarmee moet je experimenteren. Wat werkt er goed? Dat leegstaande vastgoed, het leegstaande zorgvastgoed met name, is een perfecte basis om mee te experimenteren. Je kunt gaan zien wat werkt en van daaruit verder werken. Dus eigenlijk precies hetzelfde als bij de eerdere prijsvraag. Kijkend naar onze wijken, niet van nou we gaan eens even alles slopen en opnieuw beginnen, absoluut niet. Eerder besef dat in onze woonwijken dat we een prachtige traditie hebben, een optimistische traditie, met een zeker weefsel wat je een nieuwe betekenis kunt geven. En zet dat in. Kijk naar hoe een wijk functioneert. Het is maatwerk. Dus vandaar ook dat we 4 specifieke wijken hebben onderzocht of gaan onderzoeken. Maar de uiteindelijke vraag is natuurlijk dit. Hè? Wat zijn we als maatschappij? Hè? Hoe gaan we ermee om? Dat steeds meer mensen in een sociaal isolement terechtkomen waar ze niet uitkomen. Hoe kun je je stad daarvoor inrichten? En als je dat goed doet, doe je het goed voor iedereen. Dank u wel.